Ontdek wat de oorzaak is van een metaalsmaak in je mond. Ontdek wat de oorzaak is van een metaalsmaak in je mond. Heb je je ooit afgevraagd wat de oorzaak is van een metaalsmaak in je mond? Deze vreemde smaak kan te wijten zijn aan medische problemen. Als dit niet uit zichzelf verdwijnt, is het belangrijk om een specialist te raadplegen om een diagnose te stellen en andere problemen te voorkomen. Een metaalsmaak in je mond komt vaker voor dan veel mensen denken. Het kan zelfs wijzen op verschillende gezondheidsproblemen. De aandoening kan tijdelijk zijn of kan variëren van mild tot ernstig, afhankelijk van de oorzaak. Het kan zich om verschillende redenen ontwikkelen. Bovendien kan het tot een totaal verlies aan eetlust leiden. Zelfs spreken kan een probleem worden. Voornaamste oorzaken van een metaalsmaak in je mond. Bepaalde medicijnen. Bij het starten van een medische behandeling kan er een metaalsmaak in je mond optreden. Als dit het geval is, kun je een specialist raadplegen. Je kan dan vragen om iets te veranderen zodat je geen last van bijwerkingen hebt. Onder de medicijnen die dit effect kunnen veroorzaken, zijn antibiotica, antidepressiva, geneesmiddelen voor nierstenen. Sommige bestanddelen die worden gebruikt om het calcium in evenwicht te brengen. Behandelingen voor hypertensie. Slechte orale en tandheelkundige gezondheid. Slechte mondhygiëne kan ook een van de oorzaken van een metaalsmaak in je mond zijn. Bovendien kan een teveel aan tandplak gingivitis veroorzaken. Dit is een infectie die het tandvlees vernietigt. Dat betekent dat je tanden niet meer goed ondersteund worden. Goede mondhygiëne is van fundamenteel belang om je te beschermen en die irritante metaalsmaak in je mond te elimineren. Zwangerschap. Heb jij in de eerste maanden van de zwangerschap een metaalsmaak in je mond gehad? Heel veel vrouwen hebben hier last van. Dit is het gevolg van veranderingen in hormonen in het lichaam, vooral in het eerste trimester. Later verdwijnt deze klacht. Allergieën en infecties. Sommige allergieën en schimmelinfecties in de mond en op de tong kunnen de smaakpapillen aantasten en de smaak in de mond veranderen. Hierdoor kan je een metaalsmaak in je mond krijgen. Allergieën houden hier ook verband mee. Zowel slijm als verstopte neusholtes kunnen dit probleem veroorzaken. Zenuwstelselproblemen. Een disbalans in het gebied van de hersenen dat de smaakzin controleert, kan dit probleem veroorzaken. Hoge gehaltes van bepaalde mineralen. De metaalsmaak in je mond kan ook te wijten zijn aan een teveel aan mineralen zoals ijzer of koper, in het lichaam. Evenzo kan een tekort of juist een overmat aan zink ook een metaalsmaak in je mond veroorzaken. Het is een goed idee om een onderzoek te laten doen om de gehaltes van deze mineralen in je bloed te bepalen. Giftige stoffen. Het inademen van grote hoeveelheden giftige stoffen kan een metaalsmaak in je mond veroorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stoffen zoals benzeen, kobalt en vernissen of blootstelling aan kwik of lood. Andere oorzaken van een metaalsmaak in je mond zijn voedselvergiftiging, met name door vis en zeevruchten. Vitamine- en mineraaltekorten. Aanbevelingen om de metaalsmaak in je mond te verminderen. Mondspoelmiddel van zout water. Dankzij de ontstekingsremmende eigenschappen van zout werkt deze remedie heel goed.
Het helpt om je tandvlees te behandelen en mondbacteriën te doden die een metaalsmaak in je mond veroorzaken. Daarnaast helpt het ook om de volgende tips op te volgen: verwijder overblijfselen van voedsel tussen de tanden en kiezen na het eten. Verzacht de keel en open de verstopte neusholtes. Citrusvruchten. Het eten van citrusvruchten stimuleert de afscheiding van speeksel en helpt daardoor de metaalsmaak in je mond te minimaliseren. Hiervoor kun je sinaasappels, citroenen, grapefruit en andere citrusvruchten eten. Een goede mondhygiëne behouden. Het is aan te raden om de tanden en de tong 2 of 3 keer per dag te poetsen. Gorgelen is ook een goed idee. Op die manier kun je dus alle ongewenste micro-organismen volledig te elimineren. Je kunt ook een kleine hoeveelheid zuiveringszout en zout op je tandenborstel gebruiken om alle ziektekiemen kwijt te raken. Zorg dat je voldoende drinkt. Drink 7 tot 8 glazen water per dag om het lichaam gehydrateerd en schoon te houden. Als gevolg hiervan zal dit uitdroging van de mond voorkomen. Zuigtabletten en snoep. Bepaalde aroma's van zuigtabletten en snoepjes, zoals munt, eucalyptus of zoethout, kunnen de metaalsmaak in je mond maskeren. Daarnaast helpen ze je om je mond te hydrateren. Evenzo helpt kauwen op een stukje kardemom of kruidnagel rond het middaguur. Dat zorgt ervoor dat de mond verfrist wordt en de adem weer fris ruikt. Als het probleem na een paar dagen niet verbetert, moet je een arts raadplegen die kan controleren of een ziekteverwekker de oorzaak is van de metaalsmaak in je mond. Vergeet niet dat het effect van de remedie of de behandeling kan variëren. Dat is afhankelijk van de oorzaak van het probleem.